Bestuur van Puurs, het heeft vandaag niet mogen zijn. 1-1. Ja, 1-1, maar ik denk Utrecht een goede ploeg. En als je dan ziet dat je zondag zo'n slechte wedstrijd speelt en dat je dat vandaag eigenlijk wel goed herpakt. Je hebt goed gevoetbald, agressief gevoetbald, goede druk gezet. Eerste helft misschien een paar kansjes weggegeven, maar tweede helft denk ik dat we gewoon 3 punten verdienen. De sfeer is een beetje te vergelijken met die van KV Mechelen. Als je iets doet, dan gaat het stadion uit zijn dak. Ja, te vergelijken inderdaad, maar ik denk... Ja, te vergelijken is veel gezegd. Mechelen is uniek. Als je hier achter staat, dan is het iets stiller. Maar dat is overal zo. Dat kunnen de supporters niet kwalijk nemen. Maar vanaf dat de vlam in de pan slaagt, dan gaan de supporters erachter. Dan is het hier ook wel een hel. Ja. Heb je Mati Azari al gesproken? Ik heb hem even gesproken, maar ik heb gezegd dat ik me snel ging douchen. En dat ik in de spelers om even op hem ging wachten. Dus dat kon hem even bijpraten. Jij zat vorige week bij Charleroi KV Mechelen. Genoten van die wedstrijd? Ja, dat zeker. Dat je ziet dat KV het zo goed doet. Zeker dan dat je weg bent, dan ben je blij. Dan zijn ze blij dat ze het goed opvangen. En de Storm, dat is gewoon een geweldige speler. En die laat KV draaien op het moment, denk ik. En dat doet veel plezier voor dat te zien. Misschien nog een slotwoordje. Daar is de camera tot de Mechelse supporters. Ja, dank u wel. Dat zal zoveel keer komen zien zijn. Ja, ik hoop jullie nog veel terug te zien en ik ga het zeker niet laten om nog voor achter de kazerne te komen.